deze video sneller dan dat ik 3 keer op en neer spring in Roblox voor extra geluk in je leven. Het is een bijna onmogelijke like challenge, maar dat mag ook wel voor extra geluk. En het begint nu. 1, 2, 3. Er is een nieuw stadje in Roblox, precies tussen Meep City en Bloxburg in. En het heet Emoteville. In Emoteville is het een normale zaak dat je op straat en overal emotes vindt die je gratis, je hoort het goed, gratis kunt gebruiken. Zo heb ik nu de Fly Girl gewoon random van straat gepakt en dat is dit. Pretty amazing, right? Oké. Dan ga ik eens even kijken welke emotes we nog meer kunnen vinden. Hier gewoon zo willekeurig op straat. De Restoration. Dat is deze. En het ziet eruit dat ik een soort van aan het werk ben. En dat ik probeer iets te renoveren. Te restaureren. Hoe dan ook. Hier heb ik de Paper Mode. Ik weet niet exact wat dat inhoudt. Oh gosh. Oh gosh. What? You are kidding me right now. Oh. That is so amazing. Nou. Het zijn dus. Oh gosh. Wat? Oh my gosh. Ik heb letterlijk mijn lichaam in Roblox laten glitchen. En nu is het zo plat als een dubbeltje. Dat is best wel grappig. Oké, de volgende, dat is de Fireball. Ik ben best wel benieuwd wat er gebeurt als ik die gebruik. Again, in Emoteville is het normaal dat je overal op straat en tussen de winkeltjes emotes vindt. En die kun je dus ook gewoon gebruiken. Dit is de Fireball. You are kidding me right now. Dat is zo amazing. Oké, wat hebben we nog meer? Ik denk dat er namelijk nog veel meer emotes zijn dan alleen deze 4. Er is er hier eentje genaamd de E-Dubs. Ik heb geen idee wat dat inhoudt. Oh, dat is zo geniaal. Ik moet alleen denk ik deze weer even 1 keer doen. Want ik ben nog steeds zo plat als een dubbeltje omdat ik deze emote probeerde. En misschien als ik weer ontvouwen ben, als ik dat zo kan noemen. Nee. Ik blijf plat, ik ben plat, ik kan er helemaal niks aan veranderen. Maar schijnbaar is er een deel 2 van Emoteville. En ik snap niet helemaal hoe dat in elkaar zit. Maar er staat dat als ik hier tegenaan loop, of dat als ik hier tegenaan loop, dat ik dan zou moeten teleporteren. Nou, het gebeurt op dit moment niet, dus het zal allemaal best wel meevallen. Oké, wacht, ik ga hier omhoog. Hier is er ook een, de Hoopin. Oké, die heb ik nog niet eerder uitgeprobeerd. Dit zijn de 10 beste Roblox emotes. Let's go. Oh gosh, hula hoepen. Hula hoepen. Oh, dit is amazing. Oké, ik ga kijken of ik letterlijk alle emotes kan unlocken in dit spel. En het zijn er bizar veel. De dribble dance. Oké. Oh gosh. Wat? Ik heb een basketbal. That's amazing, bro. Basketballen zijn cool. Wauw, dat is zo grappig. Ik heb letterlijk een basketbal waar ik mijn eigen dun-dun-dun basketbal dansje mee doe. Oké, dat is de 7e emote in totaal. De volgende is de engineer. Dat is dus eigenlijk gewoon een ingenieur. En dat is dit. Oh my gosh! Ik ga zo snel. Ik ga zo snel. En ik zie er daar eentje helemaal bovenop de berg. Dus ik heb maar gewoon zo'n idee dat dat misschien wel een zeldzame emote is. Oh, dit is zo amazing, bro. I love this. Oké, deze die heet chat. Sounds interesting. Chat. Oké, wat gebeurt er als ik die doe? Oh gosh, het lijkt alsof ik een soort van aan het flexen ben. Ah, ik ben zeg maar zo'n soort van spiermodus aan het tentoonstellen. Zodat ik er super sterk en krachtig uitzie. Dit is zo ongelooflijk grappig. Nee, de beste tot nu toe vind ik denk ik wel deze. De Fireball. Deze zorgt er namelijk voor dat je veel, maar dan ook echt veel sneller bent dan dat je normaal gesproken bent in Roblox. En ik heb hier weer één. En dit is de Revanche. De Revanche, de Revanche. En wat gebeurt er als je dit doet? Het ziet er naar uit dat ik gewoon allemaal vreemde bewegingjes maak. Oké, dus de winnaar in mijn optiek is op dit moment de Fireball. Maar er zijn er nog veel meer. Wat is dit? Beware. Beware betekent kijk uit. Dus deze emote gaat laten zien aan iemand dat hij moet uitkijken. Ik kan me niet voorstellen dat dit een soort van hint is dat iemand moet uitkijken. Maar oké, sounds good. Nee, dit ziet er amazing uit. Oké, wat heb ik nog meer? Er is daar een pizza, pizza plek waar je lekkere pizzatjes kunt eten. Maar ik ben hier wel benieuwd naar. Want deze die lijkt letterlijk omgevallen te zijn. De cha-cha. Nou, dat klinkt leuk. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha. Oh, dat is zo amazing. En oeh, wat is dit? De Glimmick. Oké, en wat gebeurt er als ik die doe? Oh my gosh! Oh my gosh. Oké, that one is pretty scary. Die ziet er best wel een soort van creepy uit. Dan ga ik ondertussen Pizzaville in om te kijken of er daar toevallig ook één is. Wauw!
Dit is een gigantische slice met pizza. Check this out. Het is letterlijk mega. Oké, er staat hier... Kijk uit, alleen voor mensen die hier werken. Nou, ik neem er als... Oh, serieus? Ik mag naar binnen? Ja, ik mag naar binnen. Er zijn 2 lekkere stukken pizza. Oh, deze pizza is verdrietig. Wat is daar nou weer de reden toe? Oh, ik hou serieus. Zo, is het een pizzabal? Het is de magische pizzabal. Het is eigenlijk meer een meme dan een daadwerkelijk bestaand iets. Maar hey, de pizzabal in de building. Oké, ik ben benieuwd. Wat is er nog meer? Ik zie daar ook een emote. Die wil ik ook even uit hebben getest. En dat is de untouchable. Oké, en hoe gaat die? Tun, 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 tun. Oh, dit is zo geniaal. Dit is zo geniaal. En ik zie daar een soort van teleportknop. En het is ook leuk dat als je de iemand zeg maar hebt geselecteerd, dat je hem continu blijft gebruiken. Zelfs als je gewoon loopt. Dus dat is best wel grappig. Wat is dit? Ik heb nu iets heel aparts gekregen. Het is een soort van zombie walk. Wauw. Pretty cool. In dit spel is het dus eigenlijk gewoon de bedoeling dat je zoveel mogelijk verschillende soorten emotes leert ontdekken. En dat je die dus ook allemaal gaat proberen te gebruiken. Deze heet de vergiftiging. Oeh, dat klinkt spannend. En wat gebeurt er als ik die gebruik? Dan doe ik alsof ik vergiftigd ben. Misschien moet ik mijn karakter zometeen even resetten. Want het is een klein beetje afleidend dat ik zo dun ben als een dubbeltje. Zo plat als een dubbeltje. Daar heb je gewoon niet al te veel aan. De Crumpin, dat is ook een emote die ik gewoon gratis kan uittesten. En... het is echt zo... Tan, 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 tan. Oh, die is zo ongelooflijk leuk. En de Elegant. Oké, elegant. Nou... Elegant vind ik alleen al een elegant woord op zich. Padoem, dus ik ga eens even... Dat is eigenlijk geen woordgrap. Dus ik ga eens even kijken. Dat is een heel mooi elegant dansje. Dit zijn de 10 beste emotes in heel Roblox. And I seriously love it, bro. Oké, welke heb ik nog meer? Er zijn er in de dansclub zo incredibly veel. En dat is op zich ook best wel logisch, want het is immers de dansclub, de oldtimer. Oké, de oldtimer, daar ben ik benieuwd naar. Hoe gaat die? Tan 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 tan. Nou, die is best wel leuk. Het is eigenlijk gewoon een soort van oud dansje. Maar nog steeds vind ik de fireball het meest episch van allemaal. Omdat je namelijk met de fireball ook gewoon een stuk sneller bent dan normaliter. Dus dat maakt het een soort van... Ja, wat speciale. We hebben hier de Gary's Groove. Gary's Groove. Oké, hoe gaat de Gary's Groove eraan toe? Die gaat zo helemaal zo... Blablabla. Oh, die is zo geniaal. Die is leuk, die is leuk. Maar niet echt een dansje wat er naar mijn gevoel uitspringt ten opzichte van de andere. De Geezer. Oké, hoe gaat de Geezer? Dat is ook wel leuk. Is een beetje met je armen wapperen. De Candy. Oeh, daar ben ik wel benieuwd naar. Een snoepdansje, oké. En wat heeft dit in hemelsnaam te maken met snoep? Dun, 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 dun. Oh, er zijn zoveel. Serieus, ik heb op het internet gelezen dat er wel 500, als het niet meer zijn, verschillende emotes bestaan in Roblox. De Get Down. En is dat iets waarbij je ook daadwerkelijk gaat liggen? Ik bedoel, Get Down. Heeft dat er überhaupt iets mee te maken? Ik heb geen idee, maar het is cute. Dun, dun, dun. Oh, dit is zo geniaal. Oké, ik weet niet wat dit hier moet voorstellen, maar er lijkt hier iets... Oh gosh, ik ben naar beneden gevallen. Dat is zo jammer. Ik wou de geheime emote unlocken. Nee, er zijn serieus 3 geheime emotes in dit spel. Ik weet niet waar ik ze vandaan kan halen, maar ik zou het best wel gaaf vinden als ik dat voor elkaar kreeg. En er staat er... Kijk hoeveel... Oh my gosh, ik heb zoveel verschillende soorten emotes. En ze zijn allemaal zo geniaal. De Memory Maker. Oké, let's go. Ik ben benieuwd wat er gaat... Oh, die is ook zo leuk. Ta, ta, ta. Ik vind die dansjes in het algemeen altijd leuk in videogames. Ik hou ervan als een videogames emotes heeft. Het kleurt of het fleurt het spel gewoon een klein beetje meer op. En het is alleen maar super leuk. Oké, wat hebben we nog meer? Er is hier ook iets interessants. En dit heet de Crank. Oh, er is hier zelfs een wipeout. Oh my gosh. En aan het einde van de wipeout is er dus 1 van de 3 geheime emotes waarover ik het eerder had. Maar eerst heb ik de Crank. En de Crank, dat is eigenlijk een soort van... Ja, ik zou het bijna een freestyle willen noemen. Looks pretty cool. Oké, dus ik ga nu kijken hoe dit in zijn werking gaat. Dit is dus... Oh my gosh, you are totally kidding me right now. Oké, dit gaat waarschijnlijk een stukje lastiger zijn dan ik in eerste instantie dacht. Ik moet gewoon proberen... Oh nee. Oh nee. Oh, wat is gebeurd? Oh nee! Oh gosh, ik zit vast! Ik zit letterlijk vast in de machine! Oh, dat hoort niet te kunnen. Dat hoort niet te kunnen. Oké, oh gosh, oh gosh. Ik moet gewoon naar de overkant zien te gaan. Ik moet gewoon naar de overkant zien te gaan. Ben ik er? Ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Come on now. Come on now. En hoe kom ik er dan weer uit? Zo, oké, nice. Ik heb het gehaald. En dan nu dit gedeelte. Oké, rustig. Rustig.
Oh gosh, ja, oh gosh. Ja, ik snap nu waarom deze emotes geheim zijn. Ze zijn super lastig om te unlocken. Je moet zeg maar exact springen op het juiste moment. Oh gosh, ik wil geen risico. Oh nee, oh my gosh. En dat zei ik ook letterlijk op het moment dat ik geen risico wou nemen. Dat is zo zonde. Oké, ik ga het nog één laatste keer proberen. Want ergens diep van binnen heb ik echt het idee dat ik dit wel kan halen. Dit is zo geniaal. En sowieso doe een like voor een deel 2. Want ik heb begrepen dat er dus echt letterlijk een soort van deel 2 is. Oh my gosh. Weet je wat? Ik ga denk ik de volgende keer verder. Als ik nog één keer val, ga ik de volgende keer verder. Maar er is een deel 2 van dit stadje in Roblox, als het goed is. En dat is sowieso iets wat ik wel eventjes zou willen uittesten. Come on. Come on. Oké, okay, wacht. Geen probleem. Dit gaat lukken. Gewoon even hier doorheen. Ja, oké. Okay. Adios.